Oké. Nou. Dan nu in de film. Dat is ook wel mooi. Zo. We gaan kijken hoe het christendom. En wij waren hier gebleven, toch? Bij 33 of we hadden we al gedaan, toch? We hadden al gedaan. Ja, we zijn bij die volgende. Ja. Ik moet even verder tikken. Dit had ik al gedaan. Dit had ik ook al gedaan. Dit had ik ook al gedaan. We zijn hier. Ja, dit is het stuk wat goed gedocumenteerd is, toch wel. Dat is namelijk de uitbreiding van het christendom. En hoe komt dat? Omdat het in het Romeinse Rijk gebeurt. En dat mag je echt opschrijven. De Romeinen schrijven. En dat moet je echt noteren. Het is een geschreven, beschreven geschiedenis. Daar gaat het mee om. Dat je het wel weet dat het gedocumenteerd is. Begrijpen jullie dat? Dat er informatie over bestaat. En dat ik het daardoor vrij nauwkeurig kan vertellen wat er nou gebeurt als het christendom uitgroeit van een klein geloof naar een groot, omvangrijk geloof zoals het nu geworden is. Ja? Het christendom is aan een een ontwikkeling bezig die langzaam gaat. Als we zo direct naar de islam gaan kijken, dan gaat de islamverspreiding razendsnel. Het christendom doet er gewoon heel langzaam over. Dat gaat stapje voor stapje. Begint heel klein met Jezus, die gaat dood. En dan met Paulus, en dan gaat het stukje bij stukje. In het Romeinse Rijk zal het dan al een beetje gaan ontstaan en zo. En dan wordt het steeds belangrijker. Aan het eind van het Romeinse Rijk wordt het helemaal staatsgodsdienst. En dan uiteindelijk, na de val van het Romeinse Rijk, blijft het christendom bestaan. En dan gaat het daarna ook nog door met uitbreiden. Maar het gaat heel langzaam. Ja. Is de islam dan een soort van revolutie? De islam is niet echt een revolutie, nee. Nee, niet, ja, nou ja, een religieuze revolutie kan je zeggen. Maar niet echt een revolutie in het hele zuivere zin van het woord. Maar wel een soort religieuze revolutie. Dat zou het christendom ook wel kunnen zijn. Alleen het gaat erg langzaam. We gaan kijken naar 313, want dan krijgt het christendom van de Romeinse keizer vrijheid van bestaan. Nee, bestaan. Vrijheid van bestaan, dat het mag bestaan. Het wordt eerst toch vervolgd, dat heb je toch gezien? Kijk, het wordt toch vervolgd in het Romeinse Rijk? Daar gaat het mij om. Zo ingewikkeld is het niet. Moet je het wel noteren. Want het verschil tussen die, dat moet je echt wel gaan doen. Want dan zit ik gewoon echt zo'n beetje niks te doen. En dat kan niet, hè. Van vervolging naar 313, dan zijn we heel wat eeuwen verder, van acceptatie. Dus het duurt gewoon heel lang, 3 eeuwen, voordat het geaccepteerd wordt. Een aantal jaren verder, in 380, wordt zelfs het christendom staatsgodsdienst. Nou, elk jaar gaan die vragen verkeerd, dat men niet het verschil kan noemen tussen vrijheid van bestaan en het worden van. Dus wil je dat nu even onderstrepen dan? Dat het eerst vrijheid van bestaan krijgt, dan is het geen staatsgodsdienst. En dan zijn we zomaar een jaartje of zoveel, 60 verder. En dan opeens krijgt het christendom staatsgodsdienstniveau. En wat je dan gaat zien is dat Griekse en Romeinse tempels opeens worden omgetoverd tot kerken. En dat op Griekse en Romeinse goden een verbod komt zelfs. In die tijd, in de 4e eeuw, zal ook de Bijbel gaan ontstaan. Dat is toch niet zo ingewikkeld om te leren, dat schrijft er dan bij. Dat is in de 4e eeuw. Als het vrijheid van bestaan krijgt, het christendom, wordt er ook heel bewust veel meer werk gemaakt van het opbouwen van de Bijbel. Dat is toch niet zo heel ingewikkeld. Oké, daar gaan we dan. Kijk. Je kunt de kleurtjes volgen. Kijk. In de 3e eeuw. Eerst moet je opschrijven trouwens dat het christendom zich verspreidt in het Romeinse Rijk. Hè? En dan mag je ook echt bij opschrijven dat als het Romeinse Rijk er niet was geweest, dan was het natuurlijk wat anders geweest, maar door het Romeinse Rijk kan je zeggen, heeft het christendom wel de mogelijkheid om zich te verspreiden. Want dat is een eenheid. Hè? Het Romeinse Rijk is een eenheid en het christendom verspreidt zich in die eenheid. En dan gaat dat nu in een bepaald tempo. De diepe paarse delen, dat is 3e eeuw, kijk. Dat is een soort vlekken idee. En dan komt er in de 4e eeuw een kleurtje bij, dat zie je, het wordt groot. En dan in de 5e eeuw zie je opeens dat heel het Romeinse Rijk. Maar dan is het Romeinse Rijk inmiddels weg. En het christendom heeft zich dan wel verspreid. Heel bijzonder. En dan zie je hoe groot dat is, waar het christendom zich in beweegt. Dat is echt enorm. Dus er is een opmars, alleen het duurt wel 5 eeuwen. Zo moet je het zien. Rond 300 was slechts 10% christen. Als je in de 5e eeuw kijkt, dan is dat hele Romeinse Rijk christelijk geworden.
Dat is wel bijzonder natuurlijk. Wie waren de eerste aanhangers? Dat waren slaven. Dat mag je echt leren. In de derde eeuw, die kleine clubjes, die donker gekleurde gebieden. Hè. Kijk hier, dit is donker gekleurd. Hier in Turkije, hier stukken in Griekenland, hier in Italië stukken. Bij slaven en vrouwen. De boodschap van Jezus, liefde en aandacht voor beperkte mensen in beperkingen die verslaafd zijn of ziek zijn of wat dan ook. Ja, dat is groot in het christendom. Dus de slaven en de vrouwen die vonden het interessant. Er zit een heel deel medelijden hebben met, hè, dat mag je wel eens opschrijven in het christendom. Hè? Dat Jezus is gekruisigd en opgestaan uit de dood en zo. En er zit een soort medelijden element in. Dat slaat aan bij vrouwen en bij slaven. Dat mag je echt noteren, want het werkt echt zo. Het slaat aan bij vrouwen en slaven. Ja? Dus in de derde eeuw 10% christen. Kan je even omstrepen. Hè? Je hebt de PowerPoint voor in de neus, dat je dat goed weet. Dat het niet meteen zo is dat alles christelijk is. 3.13. Ja, dat mag je er gewoon voor mijn gevoel zit je erbij. 3.13, dan zit je ernaast, groot. Dat je het weet. En dan zit je eronder vrijheid van bestaan. Heeft een keizer gedaan. Keizer Constantijn. Kijk. Wat hebben de christenen nou gedaan? Daarna. Die hebben natuurlijk van dat moment een groot verhaal gemaakt. Dat heeft misschien Constantijn zelf niet gedaan. De kerk was met een opmars bezig. Wat kunnen die kerkjongens? Heel erg. Schrijven en lezen. Dat is heel erg. Hè? Dat mag je ook. Het christendom heeft iets leuks. Die christenen die hebben wel wat met lezen en zo. En dan langzaam maar zeker als het christendom vrij van bestaan krijgt, heb je bisschoppen. En die kunnen lezen en schrijven en die gaan zich bemoeien met de opbouw van de Bijbel. En die schrijven over deze gebeurtenis een fantastisch verhaal. Constantijn heeft het christendom vrijheid van bestaan gegeven. Weet je waarom? Omdat na een veldslag die hij had gewonnen, dat is dan het verhaal, had hij een kruis in de hemel gezien. Is dat echt gebeurd? Nee, natuurlijk niet. Dat is erbij bedacht. Om natuurlijk meer gewicht te geven aan die gebeurtenis. Het was door het goddelijke ingegeven gebeurtenis. God had daar meer mee te maken dan eigenlijk Constantijn zelf wel wist. Dit is een bron van de katholieke kerk. Die dat zo wil laten zien. Begrijp wat ik bedoel? Dat is een beeld wat de katholieke kerk geeft over het ontstaan van het christendom. Het kruis wat hij zag. Is dat echt gebeurd, denk je? Ja? Waarom gaf hij ze dan echt? Omdat zijn vrouw, die was christen geworden. En toen is hij zelf ook min of meer op het eind van zijn leven bekeerd tot het christendom. Hij vond het zelf ook weer interessant, maar zijn vrouw heeft dat geïntroduceerd bij hem. En langzaam maar zeker was het ook zo dat het christendom langzaam steeds verder hoger in de maatschappij kwam. Ja, en dat is pas 60 jaar daarna. Dit is nu, maak die fout nou alsjeblieft niet. Schrijf hier nou gewoon bij dat dit vrijheid van bestaan is. Het is geen staatsgodsdienst, want elk jaar worden daar fouten mee gemaakt. En dan gaan we naar keizer Theodosius de eerste. Dat is verder niet zo van belang, maar die geeft het christendom staatsgodsdienstniveau. En dan schrijf je op, en dat staat niet in de PowerPoint, dan gaat opeens het christendom emanciperen. Dat is eigenlijk hier al zo. Kijk, hier begint de emancipatie. Maar hier wordt het echt helemaal officieel. En opeens zit dan de leiding van het christendom, de bisschoppen, aan tafel met wie? Met de keizer. Weet je waarom de keizer dat doet? Hij ziet dat toch dat het Romeinse Rijk in probleem is, dat heb je toch verteld. Hij zoekt steun en eenheid via het christendom. Dat moet je opschrijven. Waarom doet die keizer dat? Nou, hij denkt van als ik nou het christendom inzet in mijn beleid, dan krijg ik weer alle mensen van het Romeinse Rijk mee. Want heel veel mensen zijn inmiddels wat geworden? Christen. Dus het heeft ook een reden. Ja. Ja, ja, kijk, dan wordt het heel onvrij. Ja, dat klopt, ja. Kijk, dat staat hier. Toen hij dat zei, in 392, gingen de leiders van het christendom met goedkeuring van hem regels maken. En die staan hier. Tempels van Griekse en Romeinse goden werden omgezet tot kerken. Lees maar mee, in je PowerPoint, onderstreep het maar. Er kwam een
vastgelegde geloofsregel voor het christendom. De Bijbel wordt natuurlijk gemaakt. De Bijbel krijgt steeds meer vorm. De verhalen van Jezus komen in een boek te staan. En er komen geloofsregels bij. Brieven die worden opgesteld door bisschoppen. Zo moet je het doen met de eredienst in Jezus. Het gezag van de kerk zit opeens samen te praten met de keizer van het Romeinse Rijk. En opeens zit dus het christendom op bestuursniveau. En mee te praten over van alles opeens. Het is super emancipatie. De evangeliën, dat zijn de verhalen over Jezus, die worden nu samengevoegd in een Bijbel. En dat is het Nieuwe Testament. Zou u dat willen opschrijven? Het Nieuwe Testament wordt gemaakt. Het Nieuwe Testament wordt gemaakt. Dat staat, hè? Waarom? Nou, heel veel mensen in het Romeinse Rijk waren christelijk geworden en hij zocht nieuwe eenheid. Kijk, dat staat hier. Want het Romeinse Rijk was in de problemen, dat mag je ook ergens wel opschrijven. Dat verval was aan de gang. Dus het is een soort noodkreet ook geweest van deze keizer. Nou, ik ga maar het christendom dan staatsgodsdienst maken. Ik hoop ik maar dat de mensen van het Romeinse Rijk weer mee gaan doen met het Romeinse Rijk. Ja. Dat komt zelden voor in die tijd. Sowieso, de hele oude geschiedenis, de middeleeuwse geschiedenis, de mensen die niet geloven komen bijna niet voor. Weet je waar dat wel zat? Bij de oude Grieken. Dat heb je toch verteld? Ja. Maar dat is maar heel kortstondig. Ja, dus we weten niks mee in deze tijd. Nee, je kunt gewoon rustig zeggen dat 100% van de bevolking wel op een of andere manier in wat voor soort God dan ook geloofde. Ja, die hadden ze ook wel, die wetenschap, maar dat komt later weer. Hè? Dat is niet in deze periode dat nu een rol speelt. Wat nu een rol speelt bij de kerkleiding is als de wie weer gaat de Bijbel in elkaar schroeven. Dat zou ik opschrijven. Wat nu een rol speelt is de Bijbel maken. Dat moet je noteren, want dat is de geschiedenis echt die je moet doen. Ja, wil iedereen, anders moet ik mensen aanspreken, ik heb geen zin in. Maar mensen zitten dat niet op te schrijven, dat nu de Bijbel wordt gemaakt. Dat moet je echt hebben in je papieren. Dat is echt belangrijk, want die... De leiders van de kerk, de bisschoppen, en de hoogste bisschop, dat is de paus, die zit in Rome, die zit met hem aan tafel te praten. En die noemen ze papa, daar komt dat het woord papa vandaan. Hè? Dat was de leiding van de kerk, papa, was de paus. En die zat ook aan tafel met bisschoppen en zo. Dat is te overleggen wat ze moesten doen om het Romeinse Rijk zo'n beetje weer een goed vaaghultje te krijgen. Nou, en dan zijn we klaar. Dan heb je hier een uitleg die echt essentieel is. Die staat helemaal niet in je boek of zo. Maar ik doe hem erbij omdat ik weet wat verkeerd gaat. Als ik dat niet uitleg. Dit is de Tenach. Dit zijn de Joodse boeken. Dit is de T van de eerste letter. Tenach, de eerste letter is de T. Dat is de Torahrol. En dat is het werkdocument van de Joden. Schrijf maar op. Dat is wat ze dagelijks gebruiken in de synagoog. Geleerde Joden, die zijn er nu ook nog in de wereld, die gebruiken natuurlijk ook heel erg deze andere boeken. En de Joodse traditie van schrijven is natuurlijk duizenden jaren oud. 3000 jaar sowieso. Maar nu het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Wat is nou het Oude Testament in de Bijbel die wij nu kennen? Let op. Het Oude Testament is eigenlijk een samenvatting van de Tenach. En die staat in het Oude Testament van de christenen. De Bijbel is helemaal los van de Tenach, hè? Dat mag je ook echt opschrijven, dat heeft daar niets mee van doen. Ja, in zoverre dat het Oude Testament een soort samenvatting is van wat het Joodse volk ooit gedaan heeft. Wat is helemaal een nieuw boek in de Bijbel, dat is het? Nieuwe Testament, over wie gaat dat? Dat gaat alleen maar over Jezus. Dus het algemene verhaal van het Oude Testament, dat is zo'n beetje het verhaal van de Joodse geschiedenis. Dat stopt ermee als Jezus wordt gekruisigd, als het ware. En dan begint het christendom. En in het Nieuwe Testament staan 4 evangeliën, dus geloofsverhalen over Jezus. Er staat iets van de apostelen in, zoals van Paulus, de brieven van Paulus staan erin. Dus, er zitten andere soorten boeken in. In totaal zijn het 27 boeken die in het Nieuwe Testament staan. Het Oude Testament is veel groter, is vaak ook veel dikker. En is gebaseerd eigenlijk op het verhaal van de Joden. Maar weet één ding, dat mag je echt opschrijven. De Bijbel is los van de Joden willen niks met de Bijbel. Helemaal niks, doen ze ook niet. Die gebruiken de Tenach-boeken. Ja. Maar de
Ja, en nou, dat hangt een beetje af van de kerk. De katholieke kerk predikt gewoon een eredienst uit de hele Bijbel. En ze kunnen dingen gebruiken uit het Oude Testament. Maar het nadruk ligt, dat vraag je eigenlijk, de nadruk zet hier maar een uitroepteken in. De nadruk ligt bij het christenen in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is niet zo heel erg belangrijk daarin dan. Eigenlijk is het verhaal wat hier staat een voorbode voor de komst van Jezus. Dus de Messias komt. Dat is het idee. Joden doen niks met dit boek, hè? Joden doen niks met dit boek. Is gewoon niet in gebruik in de synagogen. Echt belangrijk. Ik heb het wel eens niet uitgelegd. Dat ging helemaal verkeerd. Dat moet niet verkeerd. Dus het Oude Testament, als je een Bijbeltje hebt, dan bestaat het altijd hieruit. Hoe dik het Bijbeltje ook is, als het dik gedrukt is, op dik papier is het groot en dik. Het eerste deel, het dikste deel, gaat over het oude deel, dus over het Joodse verhaal. En het tweede deel gaat over Jezus. Dus wat hier staat, leidt tot Jezus. Zouden jullie dat willen opschrijven? Wat hier staat, leidt tot Jezus. Dat is het verhaal. En Jezus wordt dan bij de christenen gezien als de woordvoerder van God. Hè? Eigenlijk is hij gelijk God. Mag je echt noteren hoor. De Tenach staat daar los van. Kijk, de Tenach is daar los van. De Joden doen niks meer. Die haten dat boek misschien wel heel erg. Die zeggen helemaal nergens dat Jezus een Messias is. Nergens staat dat. Ja, ben ik duidelijk? Dan is nu de PowerPoint af. De hele lange PowerPoint over het christendom en over het jodendom. De volgende PowerPoint gaat over de islam. Ja, nee, over de islam. Toch? Oh, laat maar. Ja, ik zie het. Dus de islam. Ja, de tijd van monniken en ridders, maar het is de islam. Ja, ik begrijp je. Heel goed. Oké. Okay. Nou, en dan ben ik nog blij dat ik wel in ieder geval mijn